Het is inmiddels de zesde editie en na nu hopen we het echt jaarlijks weer te kunnen opzetten hier op het Nieuweplein. Ik wens jullie allemaal een fijne dag en een sportief gebeuren. We zijn in Heemskerk bij het jaarlijkse drie keer basketbal. Dirk, wat is drie keer basketbal? Drie keer drie, dat is een nieuwe vorm van basketbal. Tenminste, het wordt de laatste jaren pas gespeeld. En dat wordt gespeeld in toernooivorm. Dus niet zoals de reguliere basketbal, dat je 5 tegen 5 gewoon een reguliere competitie hebt. Maar dit is echt in toernooivorm. En het spel is sneller. Hoe lang duurt zo'n wedstrijd? Zo'n wedstrijdje duurt 10 minuten. 10, 11 minuten zo. Hoe lang heb je de mogelijkheid om te scoren? Oneindig. Daar zit geen tijdslimiet aan. Wat zijn de afwijkende regels ten opzichte van 5x5 basketbal, Dirk? De afwijkende regels zijn, als je de bal afpakt, dan ga je terug naar de driepuntslijn en dan zet je het spel opnieuw op. Dat is de bedoeling van 3x3 basketbal. Als je gescoord hebt, wat gebeurt er dan? Als je gescoord hebt, dan ga je terug naar de driepuntslijn en dan wordt het spel opnieuw opgezet. En als je een bal steelt van de tegenstander, moet je dan ook weer terug naar de... Nee, dat mag. Dat mag. Het is niet zo dat je dan terug moet naar de driepuntslijn om het spel opnieuw op te zetten. Je mag hem afnemen van een ander. Dat is toegestaan. Tijdens deze street event wordt in de rustperiode een dansgroep steeds actief. Hoe lang zijn ze bezig om zo'n dans? Nou, daar zijn we wel lang mee bezig. Dit zijn de dansen van vorig seizoen, dus van 2021-2022. Hiermee hebben we op de wedstrijden gestaan. Ze zijn ook door naar het Nederlands kampioenschap geweest. En daar train je een heel seizoen voor. Dus eigenlijk van september tot januari ben je aan het trainen en dan beginnen de wedstrijden. In die groep zie ik daar ook jongens mee dansen. Ja, heel leuk. Is het normaal gesproken dat ze altijd gemengd dansen? Ja, we proberen het wel zeker te mengen. De jongens zijn wel, zeldzaam bij dansen. We hebben niet veel jongens in de dansschool. Dus we proberen ze binnen te houden. En ja, we hebben er nu eentje, dus daar zijn we heel blij mee. Tussen de meiden inderdaad, ja. Waar oefenen jullie altijd? In de danstuin. We hebben hier achter de ING zit de dansschool. Daar zitten we nu 5 jaar in. En daar hebben we een mooie danszaal waar getraind wordt. En wat voor dagen trainen jullie? Dagen. Maandag tot en met zondag zijn we open. Hoe ziet het er allemaal heel spectaculair uit? Ja, en dan kan ik me voorstellen dat de mensen geïnteresseerd zijn van nou, dat lijkt me wel wat. Waar kunnen ze dan terecht? Bij danstuin.nl. Wij hebben een website waarin je gratis aan kunt melden voor een proefles. Nou zijn jullie als basketbalvereniging de Maple Leafs behoorlijk actief. Waar kunnen mensen die geïnteresseerd zijn daar bij jullie terecht? Ze kunnen naar de website van Maple Leafs, www.mapleleafs.nl. En daar kunnen ze alles op vinden. Iedereen is welkom en iedereen kan spelen bij ons. Dat is geen probleem.